Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag vrijdag en vandaag gaan we met de meiden, met mijn oma en met Koen een weekendje naar Duinrol. Dus ik dacht, ik ga jullie gewoon weer meenemen. Het is super koud buiten en dit weekend de cadeautjes. Wacht, we moeten even terug. We gaan het zo proeven. Zo jongens, inmiddels zijn we een paar uur verder. Een hele reis achter de rug. En we zijn echt net binnengekomen in ons huisje in Duinrol. Wat is er? Kijk eens, boodschappen. Wat is er? Kijk, er staat een lekkere fles wijn voor ons klaar. Oh, lekker. Die heb ik nodig. Ja, maar echt hoor. Dat is donker. We gaan zo lekker taart eten en we kunnen lekker koken in dit huisje. Oh, wat fijn. We gaan eventjes de spullen uitpakken. Ja, meiden? Mooi, hè? En handdoekenpakket zie ik. Ik zie het, ja. Helemaal. Tot iets. En een wijntje. Ja, lekker, ja. Dit zijn jouw bekers. Ja, die van mama en van mama. Ja, inderdaad. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you. Dan. Dan. Moeten jullie jasjes niet even uitgetrokken liggen worden? Liggen dan. Slaap mijn mama altijd. Hoe slaapt mama altijd? Met een jas? Nee. Zullen we deze even uittrekken? Dan heb je je schoenen al uit. Je hebt het halve boek uit elkaar getrokken. Gek kind. Zo, nu ben je een soort worstje, Lou. Nee. Kijk maar, in een broodje. Een soort worstenbroodje ben jij. Een wrappie. Een duivel. Zo. Nou, inmiddels hebben we alles een beetje uitgepakt. Er staan pizza's in de oven. Loen, laat eens je mooie schoenen zien. Ik heb nieuwe schoenen. Wat mooi. Ik heb nieuwe schoenen. Oh, gaat die uit? Heb jij ook mooie schoenen, maar? Kijk maar. Koen heeft nog een paar schoenen, geloof ik. Wil jij deze aan? Moet je strik erop? Ja, ik ga een strik erop maken. Ga Marley ervoor staan. Gaat Marley ervoor staan? Zeg maar hallo mensen. Zo. Oh, ga je een beetje gek doen met je tong? Kan je zo? Kan je dat? Kan je dat? Jij wel. Mama kan dat wel, hè? Zo. Mooi hoor. Mar, laat eens zien. Wauw, wat een grote. Wat een platvoet ben jij. Ik ben ook plat. Ben je ook platvoet? Plat genoeg. Ben je plat genoeg? Goed zo. Mar heeft het heel snel gezien. Oh. Die is er weer klaar mee. Loen niet. Loen loopt al eventjes mee rond. Die vindt het wel leuk. Ik heb ook een hele leuke foto gemaakt. Die ga ik lekker op Instagram zetten. Op jullie Instagram zetten. Als je die nog niet volgt. Marley en Luna heet de Instagram van Marley en Luna. Daar kan je hun op volgen. En daar worden alleen foto's van Marley en Luna gepost. We hebben lekker de tafel gedekt. Onze pizza staat al klaar. En een salade voor mijn omaatje. En die deelt ook een pizza met ons. Die bijna koud is geworden inmiddels. Wat zijn jullie aan het doen, meiden? Slaan. Sneeuwpop maken, toch? Laat eens zien. Hoe maak je een sneeuwpop? Hoe maak je een sneeuwpop? Kijk, eerst de onderkant en dan het lijfje. Nog eentje erbij.
Doe maar, Loen. En zo toch? Balletje maken. En dan... En dan het hoofdje. Doe jij het hoofdje erop, Loen? Oh ja, heel goed. Hoedje op. En een neusje. En dan? Wat doet Marley dan altijd? Klaar! Jij moet weg. Zo. Laat ik ook. Ja, jij moet ook weg. Zo, dan kan ik even rustig een sneeuwpop opmaken. Ah, maar... Loen! Jullie moeten weg. Dan ben ik weg. Klaar. Moet ik weg, mama? Nee, toch? Nou, de meiden die liggen inmiddels in bed. Wij gaan nog eventjes lekker serie kijken en dan ook slapen. Dus we zien jullie gewoon morgen weer met een nieuwe dag in Duinruil. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben morgen een Sinterklaas show, geloof ik. In ieder geval hebben we daar kaartjes voor gekregen, dus dat wordt heel erg leuk. En de meiden hebben vandaag voor het eerst bij ons thuis hun schoen gezet, hier in Duinruil. Dus morgen een eerste schoencadeautje, dus dat wordt ook heel erg leuk. Welterusten.